De clash tussen Noord- en Zuid-Limburg, tussen VVV en Roda JC, is net als de afgelopen jaren geëindigd in 1 tegen 1. We gaan erover napraten met onze analist, Maurice Graaf. Maurice, in de koel, 1-1. Terechte uitslag wat jou betreft? Ik denk dat Roda zich het gelukkigst mag prijzen, omdat ze natuurlijk pas in de 97e minuut volgens mij de gelijkmaker scoren die ik niet meer had zien aankomen, omdat er zo weinig kansen uitgespeeld werden. Ja. Eerste helft meer kansen, tweede helft minder kansen. Ja, hè? Ja, ik vond het begin ook goed. Zeker voor VVV, eerste 20 minuten met een Weemeijer die echt een tover was aan de rechterkant. Natuurlijk, ik zei twee weken terug al in de uitzending van Tafelvoetbal, het debuut van Braam. Nou, zijn eerste goal hebben we vandaag gezien. Een beauty. Inderdaad. Bij VVV. Ja, en daarna kreeg Roda JC steeds meer de bovenhand in het spel. Maar ja, nogmaals, zonder tot echte kansen te komen. Al moest je dan wel bedenken dat alleen Van der Heijden drie keer een bal breed legt die ik nooit van zijn leven afgegeven had. Ja, zelf had geschoten. Ja, als je toch zo voor de keeper komt, dan schiet je toch zelf. Ja. Braam, even eruit halen in de 10e minuut. Moet een heel bijzonder gevoel zijn voor die jongen. Hij stond met een redelijk teleurgesteld gevoel omdat ze niet gewonnen hadden. Maar als echte Venlonaar debuteren dan in een derby met een goal, fantastisch toch? Ja, en hij loopt er ook tussen alsof hij er al jaren tussen loopt. Dat vind ik mooi aan dat ventje. Ja. Verdedigende middenvelder is redelijk klein voor zijn postuur. Normaal op zo'n positie verwacht je een grotere, sterke jongen. Maar hij handhaaft zich prima. Dus, ja. Wat vond je vooral dat VVV goed deed? Nou, ik vind VVV gewoon naar de mogelijkheden spelen. Mm-hmm. En wat ik al zei, die Weemeijer, Frank en Vrijs hebben die met Sierra en Braam op het middenveld kunnen ze het spel toch snel verplaatsen. En ze voetballen fris. Echt, daar zit gewoon durf in. VVV wil die bal hebben, wil die acties maken, wil zeker die achterste linie volop in die duels gaan. Waarbij bij Roda juist ziet van het is allemaal te bedachtzaam. Het is allemaal breed, terug, breed, het duurt te lang. Weinig opportun ook, hè? Bij Roda. Weinig ballen achter de laatste linie bij VVV. Dus breien en zoeken. Kijk, vorig jaar was het van de ene centrale speler naar die andere. Die dribbelde in. En dan was het inspelen, bal laten vallen, die zijkanten aan het werk zetten. Ja. En alles was in beweging. En nou lijkt het alsof alles bij Roda stilstaat en de ene hem naar het volgende pionnetje schuift. Ja. En dan ben je nog beter qua veldspel als VVV vandaag. Maar dat vind ik geen compliment voor Roda. Ik vind dat VVV naar de mogelijkheden heeft gespeeld en Roda niet. Ik denk dat de eerste helft leuker was om naar te kijken dan de tweede helft. Qua kansen, qua wat er gebeurde op het veld. Ik had de tweede helft een moment dat ik denk, wat zijn we naar aan het kijken? Ja. Ja, dat gebeurde werkelijk. Terwijl de ruimte genoeg lag, gebeurde er niks. Je hebt in de uitzendingen bij ons vaker gezegd, Roda heeft een keer een wedstrijd nodig dat ze snel een doelpunt maken, dat ze op 1-0 en dat ze rustig kunnen voetballen. Dat gebeurde vandaag weer niet. En dan zie je dan tekortkomingen van deze ploeg boven komen drijven, dat ze het toch moeilijk hebben. Ja, ik denk echt dat dit wel een heel mentaal dingetje is. Als je ziet, je moet een bal durven te vragen. Mm-hmm. Je moet een actie durven te maken. Je moet ook een loopactie durven te maken. Het is er allemaal niet bij Roda. En dan krijg je dus gebrei. Terwijl ik op de training hoor dat de vonken er vanaf vliegen bij Roda, dan is het wel een kwestie van tijd dat je dat ook in het veld gaan zien. Alleen het vertrouwen in een echte wedstrijd is nog zo beperkt dat vooral de zwakke kanten naar voren komen in plaats van de goede. Zag je wel nog vallen die gelijkmaker aan het einde van de wedstrijd voor Roda? Nee, absoluut niet. Nee, nee. Ik zag hem niet. Maar Koen Bukker is de naam die uiteindelijk het schot lost. Ja. En dan wordt hij nog aangeraakt. Maar goed, hij vliegt erin. Bijzonder voor Bukker, ook als keeper, om een doelpunt op je naam te krijgen dan. Ja, ik vond hem vandaag sterker in de 16 van de tegenpartij dan in de eigen 16. Ja. Grapje, hè? Ja, grapje. Ja. 1-1, daar zullen ze beide mee moeten doen. Als nou de rookwolken zijn opgetrokken, wie denk je dat het meest tevreden mag zijn met dit gelijke spel? Nou, ik denk dat beide partijen totaal niet tevreden zijn. Bassi Bum is nooit tevreden als ze gelijk spelen. Die wil altijd winnen en terecht. En bij VVV hadden ze zich denk ik die drie punten ook al rijk gerekend aan het einde. Ja. Dus, VVV Roda 1-1, het gebeurt altijd. Ik denk twee verliezers vandaag. Oké, okay. Dankjewel Maurice voor jouw bijdrage. 1-1, daar zullen beide ploegen dus inderdaad mee moeten doen. VVV, Roda, de Limburgse clash tussen Noord en Zuid levert vandaag in de Keukenkampioendivisie geen winnaar op.